Hoe leuk is het als je tijdens het wandelen ineens een beschilderde steen tegenkomt? Nou, dat kan zomaar gebeuren, want René Rokers die verspreidt deze happy stones in de omgeving. Ook geeft ze cursussen in het maken van deze stenen en daar ga ik vandaag een kijkje nemen. We gaan de streek in! Cursisten zijn aangekomen in het wijkcentrum in Tolhuis. Start René met de introductie en uitleg over het maken van een happy stone. Ik heb hier allemaal stenen in verschillende vormen. Daar liggen allemaal voorbeelden. Ik vind het zelf altijd leuk om de vorm van de steen te kijken. Ja. Daar iets van te maken. Maar je kunt natuurlijk ook al een idee in je hoofd hebben van wat je op de steen wil maken. De stiften moeten altijd geschud worden, want er zit verf in. Okay. Dus als ze een tijdje gelegen hebben, dan moet je ze dus schudden, dop eraf en dan even ontluchten. De stenen worden na afloop afgelakt, maar dat kan pas nadat de stenen 24 uur gedroogd zijn. Dus dat ga ik maandagmiddag doen en dan kunnen jullie ze volgende week allemaal ophalen. Okay. Tenzij je zegt, voor mij hoeven ze niet afgelakt te worden, ik wil ze dadelijk meenemen. Kan ook. Maar dan glimmen ze niet. En een glimmende steen is toch wat je wilt. Maar om bij het begin te beginnen, worden er eerst ruwe stenen uitgezocht. René, mag ik je wat vragen? Ja. Ik zit te denken om een lieve heersbeest te maken. Oh, leuk. Ja, welke stenen staan het beste, denk je? Ja, weet je wel. De heersbeest is vorm. Ja, die. Perfect. Ja. Nou, dat ging snel. En denk jij dat heel veel werk is of dat ik er wel twee kan maken? Ik denk dat je er wel twee kan maken, want vaak is, ik doe meestal ook twee tegelijk. Want dan kan de ene tussendoor drogen even, voordat je weer... Ja. Bedenk je altijd van tevoren wat je al gaat maken of kan het soms ook gewoon ontstaan? Nou ja, soms zie ik een steen en dan denk ik, dat moet gewoon dat worden. Een dinosaurus. Of een dwerg of een smurf. Dat je het hoofdje zo maakt en dat er een muts op zit. Dat kan ook, ja. Of je kunt ook gewoon... Een dino. Ja. En wat je ook kan doen, is allemaal gekleurde vakjes maken en daarna... Ja. Maar Non weet al lang wat ze wil gaan maken. Een steen helemaal met puzzelstukjes en daarna zwart omlijnd. Ik heb nog één wat nieuwe. Zo, nou, ik heb 3 stenen gepakt. Dit wordt een lieve heersbeestje, want prachtig insect. En deze zag ik en toen dacht ik, trok me aan, ik had er iets mee. En ik denk dat ik hier een soort van dino van ga maken. Ja, sprekend. Dat vind ik leuk. En deze heb ik voor de cameraman. Ik dacht, klein, subtiel, ga ik even een leuk een snoepje of zo, een chocolaatje, denk ik. Ah, dat had je niet hoeven doen. Nee, maar echt, niet doen. Ja. Ja, waar begin je dan, hè? Eerst maar eens schudden. Nou, ik heb dus begrepen dat je flink moet schudden. Ja, dat zei ik. Dit wordt het lijf van het lieve heersbeestje. Wat is uw lievelingskleur? Blauw. Nou, blauw, duidelijk. Blauw. En dat is misschien wel leuk met een gouden randje. Ja, dat zou ik. Ja, want zij begint met goud, maar dan is het leuk om bij haar dan een blauw randje te doen. Hier word ik nog niet per se happy van. Zie jij hier al een nieuwe heersbeestje in? Dat is de vraag. Ja, zeker. Ik ben een heel fantasierijk persoon. Zeg, stel maar eens een vraag aan René.
Hey, hoe kom je eigenlijk aan al die stenen? Deze heb ik bij de Maas in Gennep gevonden. Bij de Maas in Gennep. Maar ze schijnen ook bij de Waal te vinden te zijn. Alleen is mij dat nog niet gelukt. Ik ben al op een paar plekken hier in Nijmegen gaan kijken. Maar misschien moet ik iets verder langs de Waal. Want ik heb ze hier in Nijmegen nog niet echt kunnen vinden. Dus ik heb familie in Gennep wonen. Dus dan ga ik daar tegenover het veerhuis. Heb je mooi, zo loopt het af. Kun je mooi stenen zoeken. En heb jij dan altijd als je aan het wandelen bent dat je naar stenen zoekt? Niet meer, want mijn fase is een beetje minder geworden. Maar toen ik net begon, ik zag in iedere ooghoek en dan had ik ook een zakje in mijn jaszak waar dan de vieze steentjes in konden. Want de eerste keer zat mijn hele jas vol met zand natuurlijk. Ja. Ik denk, oh ja, ik moet een zakje in mijn jas. Ik weet niet zo maken, dat krijg ik niet op, dat is de enige waar het toppeltje hoort. Oh. En 2 jaar geleden ben je hiermee begonnen? Ja. Waarom? Ja, omdat het corona was en je kon niks meer, hè? En ik wandelde al wel regelmatig. Mm-hmm. Ja, toen zag ik dit op Facebook voorbij komen. Ik denk, ja, dat is leuk. Leuke bezigheid. Ja. Kijk. Ja, dan moet je zo nog. Soms moet je 2 of 3 lagen doen. Ja, maar wat zie je hier nu al in? Een liefje. Jawel, ja. Ze liegt. Ah, en dan doe je straks, als het droog is, dan doe je natuurlijk die middenlijn en dan doe je dit zo, hè. En het hoofdje dacht ik paars, donkerpaars. Dat mag. Ja. Dat hoort niet. Bezig aan mijn om. Sorry, ik zou hem gewoon zwart doen. En dan doe je witte oogjes met weer een zwartje erin. Maar je mag hem ook paars doen. Oh, ja. Het is jouw lieve heersbeest. Ja. Je kunt, had ook een regenboog lieve heersbeestje kunnen maken. Maar dat vind ik dan weer te. Ja. Ja. En heb je zelf al een keer een steen gevonden? Ja. Ja? Die heb ik toevallig wel bij. In Nijmegen? In Nijmegen. Oh. Ik heb nog nooit een steen gevonden. Je nog nooit een steen gevonden? Ja? Je ziet het niet zoveel. Nee. Nou, deze. Door de stad. Ja. Deze heb ik dus gevonden. Oh. Die vond ik zo leuk. Ja, die is mooi. Dat ik hem dus niet. Ik heb er meerdere gevonden, die heb ik ook weer weggelegd. Maar ik vond deze zo leuk. Ja, die is ook een beetje nostalgie, denk ik. Want vroeger was dit heel erg, toen ik klein was. Hadden we denk ik hier boekjes van op de wist. Ik weet het niet. Liefde is. Dat was iets van vroeger, hè? En daar staat dan op Kei Tof Nijmegen en. Dus misschien dat iemand nou weet van, hé, dat is mijn steen. Ja. Nou, genoeg steengoede verhalen. Hoe is het eigenlijk met onze dino? Nou, ik heb dus die dino en ik dacht in één keer, dan doe ik dit zo even ander kleurtje. Dat zijn dan die spikes. Ah, ja. Jij vindt het helemaal niks, hè? Met zwarte outlines doen. Ja, oh, dat kan ook, ja. Dan ga ik jou een tip geven wat eigenlijk niet mag. Je mag nu af en toe wel even drukken op de stift. Ik? Ja, want dan komt er net iets meer verf uit als je een heel oppervlakte doet. Ja. Want hij droogt nu een beetje. Ja, daarom ben ik al gewisseld, zie je. Ik heb nu 2. Ja, maar dan moet je tussendoor even schudden. Oh. En dan even drukken. En dan komt er weer wat meer verf. Oké. En als je dan af en toe echt zo drukt. Nou, weer zo. Zie je, dan komt er weer. Oh, ja, kijk, en dan dekt hij gelijk een stuk beter. Ja. Dat kan je niet voor jezelf maken. Ja. Mooi. Oh, ben je al klaar? Ja, Manon, sommige mensen zijn al klaar. Mooi. Regent het? Moet er nog zo. Wil je daar nog een grote? Ik heb altijd het idee dat het effect van deze stenen is. Dus als je loopt, weet je wel, en je bent misschien een beetje somber. En dan zie je in één keer zo'n leuke steen. Dat je daar vrolijk van wordt. Ja. Nou, die reactie heb ik ook wel van mensen gekregen dat ze echt zeiden van, oh wat leuk, hij kwam op het juiste moment. Ja? En daar doe je het dan wel voor, want ik heb dan 100 stenen gestopt en er zijn er denk ik dan 10 vermeld op Facebook. Want ik zet dus op de steen Kei Tof met mijn postcode. Ah, en dan kan het dus op Facebook vermeld worden. En dat is wel heel leuk als je je eigen stenen dan terugziet. Op Facebook voor alle andere dingen. Ja, best cool. Ja, daar hebben ze vaak postka. Kijk, en s'avonds heb ik dus voldoende tijd, want dan zit je toch maar. Het blijft een vak apart, hè? Dat is bij deze vaak een kiel 2 keer maken. Ja, dat gaat niet. Bij dit ook. Help. Roep dan. Help. Ik zal eerder gaan voor Artristo of Doe Art of voor de Monoto. Pak even een andere. Ik ga nu dat zwarte lijntje doen. Dat vind ik wel een beetje spannend, want het is heel precies, denk ik, allemaal. Hè? Ik kom bij jou. Even kijken. Als die goed droog is. Deze is nog niet helemaal droog. Oh. Maar
Ik zou deze nog een keer doen. Ja? Maar... Met deze? Of ik dacht met deze eroverheen. Bruin. En dan krijg je een bruin, lieve ISB. Lelijk. Maar... Ja, nee, ja. Maar aangezien je toch al een paars hoofd hebt... Ja, joh. Kan je misschien ook een roze lijfje doen. Ja. Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Makkelijk over te halen. Even kijken welke roze je het mooist vindt. Ik heb dus dit. Prachtig, vind ik het zelf. Goed, terug naar de dino. Maar nou moet dat nog een dinosaurus worden. Ik dacht hier het hoofd. En dan zijn dit een soort van de... Ja, de... De... Die, ja. Ja. Hoe noem je dat? Als oogjes kunnen doen. En van die spikes aan het maken. Goed dat je het er even bij vermeldt. Ik heb zo kijken. Maar ik heb ook nog een nieuwe zwarte. Een happy dinosaur. Nou, als ik zo rondkijk naar de andere stenen, dan heb je nog een lange weg te gaan. Nou ja, ik ben bijna klaar. Hoe kun je dat nou zeggen? Ja, inderdaad. De hele zelfvertrouwen. Nou. Ja. Dat was het toch al niet. Ik ben angstig om met dit soort dingen aanwezig. Maar wat vind jij als ervaringsdeskundige nu van dit? Ja, ik zou dan vanaf hier de zwarte lijn doen. Want hier kan je dan nog twee wenkbrauwtjes doen. Dat ja. Hier de... Maar je vindt het wel mooi? Ik vind hem kei schattig. Zou je hier happy van worden? Ik wel. Ja? Oké. Okay. Nou. Zo, heeft u 10 stenen? Ja, hè? Ja, mooi. Ik vind het zeker weer. Ik ben niet onder de indruk van mijn dino. Jawel. Na enkele uren zijn de stenen dan eindelijk af. Klaar om weg te geven aan iemand die je lief hebt, toch? Wat zag ik hier nou op de achterkant staan? Een hart. Met mama, zag ik dat nou? Nee, Manon. Oh, ja, dan ben ik denk eens voor je moeder. Gewoon zelf. Nou. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben klaar inderdaad. Wat vind je ervan? Ja, hartstikke leuk. En ik vind vooral je dino ook zo grappig dat je dan die steen pakt en dat je daar meteen een dino in ziet. Ja. Nu zie ik hem ook. Maar net toen jij vertelde, dacht ik van oké, ik ben benieuwd. Oh ja, je had dat niet gelijk. Nee, dus ik was heel benieuwd hoe jij hem zou gaan... Ik had er misschien een haaienvin in gezien. Ja, weet je, dus... snap ik ook. Maar ja, iedereen ziet er wat anders in en dat is juist zo grappig. Ja. Maar hij is echt super, super schattig. En geef mij eens een cijfer. Weet je het zeker? Een goede dikke 7. Ai. Geen 8. Ja. Maar geen 9. Oh, echt? Nou ja, weet je waarom? Kijk, want ze hebben het randje niet zo netjes gedaan, hè? Dus daarom was het een 7. Het randje. Het randje. Oké, nou dat kan ik dan de volgende keer weer meenemen. Ja. Maar fijn. Bedankt voor de 7. En deze? Ja, oh, erg. Ja, mooi toch? Ja, is hartstikke mooi. Maar ik zou ook weer een 7 zeggen, ja. Maar ik ben gewoon een Piet Lut. Omdat maar, ik zie nog wat steen. Hij had beter gedekt de afwerking. Ja. Ja. Nou, dat neem ik dan maar, mee. Ik denk dat als iemand hem vindt, die wel dat ze er hartstikke blij van worden. En dat is het doel. Wil je ze meenemen of wil je dat ik ze nog voor je aflak? Ja, ik wil eigenlijk dat je ze mooi aflakt. Ja. Dat is nog mooier dan, hè? Super. Nou, geweldig. Dank je wel. Tot zover de streek in voor vandaag. Wij zijn er weer in september na de zomer. Heb jij alvast een tip voor waar wij naartoe kunnen gaan? Mail ons dan naar redactie@rn7.nl. En een hele happy summer. Doei!